Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en als de supermarkten open waren, dan was ik erheen gegaan, had ik een fles champagne gehaald en had ik hem zo, zo open gemaakt dat mijn toetsenbord onder een schuim zit en dat ik een nieuw moet kopen. Want ik presenteer, volgepaste trots, kinderspellen, seizoen 2, waarom? Nou, ik heb gisteren heel erg naar jullie feedback lopen kijken, van wat wil je nou echt zien op Serpent Gameplay en het was eigenlijk best wel een unaniem iets, dat bijna iedereen die zei Rick... Je moet Freddy Fish spelen, en Poepoet, en Spy Fox. En toen zei ik, ja, maar die heb ik al gespeeld. <laughs> en toen dacht ik, zal ik ze opnieuw doen. En het eerste wat ik dacht is, nee, Rick, die games heb je al gedaan. Ga verder met je leven. Maar toen heb ik net teruggekeken. Die video's zijn grotendeels anderhalf jaar geleden gemaakt. En ze zijn kut. <laughs> ze zijn echt heel kut. Ik ben wel grappig. Uh, vond ik zelf. Het mag je natuurlijk niet zeggen over jezelf dat je grappig bent en zo, maar... Het geluid klinkt heel erg zo hey, hey, um, Dat is sowieso niet echt fijn. Als je mij totaal niet kent. Dan nou, ben je nog niet met bekend met mijn commentaar. En dan kom je binnen en hoor je meteen dat. Geen leuke facecam. Als een jongen met zo'n leuk geruid bloesie aan. Waarvan je denkt, oh, leuke spontane jongen. Um, daar wil ik een keer mee trouwen. Dat gevoel mis je dan een beetje. Kinderspellen, Seizoen 2. Uh, gaat sowieso de volgende games bevatten. Pats. Freddy Fish 1, Freddy Fish 2, Freddy Fish 3, Freddy Fish 4, Freddy Fish 5, Freddy Fish Donald Freddy Fish Waterwijk, Pajama Sam en de de helsnacht, duistere nacht, Pajama Sam, je weet wat je weet, is maar dat je het weet, Pajama Sam, doe niet met onder, onder. Poepoe de reis op de tijd, Poepoe in het circus, Poepoe Pep springt paradijs, geen even niet gaan die gaan spelen, Poepoe de zoe, Poepoe de 500, Spy Fox, robotknop, Spy Fox, operatie, Melkweg, het geheim van Dracula, uh, ba -da -ba -da -ba -da -ba. maar ook veel meer. Ik heb net Cars the Game gedownload. Nooit gespeeld. Maar het is vast kut. Ik heb nog duizend pony games liggen. Duizend pony series. <laughs> het gaat er allemaal van komen. De kans is waarschijnlijk ook aanwezig dat er een deel 2 komt. Van My Boyfriend. <laughs> ja. Ja. Um, daarom vraag ik jullie heel lief. Heb jij nog een game die in jouw jeugd essentieel was? Een Mia-muis. Een, uh, een Skip. Uh, die ene met die pingwin. Als je dat hebt. Stuur even een mail naar serpengameplaysiteathopmail.com Serpengameplaysiteathopmail.com En dan zeg ik, ah oh Rick, ik heb deze game, zal ik hem naar je sturen? Geef me adres, kan je hem sturen? En dan ga ik hem doen! In Kinderspellen Seizoen 2 Kinderspellen, die voor kinderen zijn, om gespeeld te worden Ga ik, de 19-jarige jongen, spelen uh, Er komen dus ook dingen zoals Scars en andere de Ik ga heel erg open voor suggesties. Uh, dit betekent niet meteen dat ik alle andere series stilleg. Maar dit is zeker wel iets waar we hard aan gaan werken. We moeten snel sowieso dit begin live Deze dingen. Zijn allemaal games die ik in 2, 3 afleveringen door kan spelen. Dus hier gaan we snel doorheen. Waarschijnlijk ga ik nu gewoon meteen een video opnemen. En ik begin met. Op het Jammer Samhels Jacht met in de Duistere Nacht. Um, Kinderspellen Seizoen 1 blijft gewoon online staan. Ik zal ook even een linkje in de beschrijving zetten. Staan al deze games bijna allemaal in, alleen met kut commentaar. Je mag ze kijken. Ik hou niet tegen. Maar ik ga ze dus opnieuw spelen. Want ik vind dat die games het waard zijn. Dit zijn meesterwerkjes. Ik heb ook een tutorial gemaakt ooit hoe je deze games moet downloaden en installeren. Alleen die is heel achterhaald. Want uh, ik heb zelf ook wat problemen. En ik heb, ook, ook, weet ook hoe je die problemen moet fixen. Huh? Ik praat zo energiek dat ik adem ben. Um, ik uh, kan binnenkort even een nieuwe tutorial maken. Een soort van hoe download je poeppoet in het circus deel 2. Want er zijn wat er gebeuren is met als je 64-bit hebt, is heel problematisch. Windows 8 gaat waarschijnlijk nog problematischer worden, maar dat is mijn probleem. De manier, dat heb ik zelf niet eens. <laughs> dan moet je het zelf maar weer uitvinden. Maar als jij een Windows 7 64-bit hebt, dan kan ik het in ieder geval voor je laten werken. En dan zie ik jullie zo meteen met de eerste kindergame. En vanavond waarschijnlijk gewoon met een gezellige Plants vs. Zombies. Of een iets anders wat geen kindergame is. Want stel, je houdt niet van kindergames, is dat ook geen probleem. Oh ja, nog twee specifieke vragen. Heeft iemand toevallig... Uh, Pajama Sam 4, ik weet niet meer hoe die game heet Oh ja, het is niet fijn als je spullen weg zijn uh, Ik had hem ooit liggen Gekocht voor een euro bij de Intertoys, kwijt Als iemand, het is echt een hipster game bij de eerste drie Pajama Sams zijn heel lang Leuk geweest, en toen pas echt tien jaar later hebben ze die vierde gereleased. Als iemand denkt, hé, hey, die heb ik, het is niet fijn als je spullen weg zijn en die wil ik missen aan jou, Rick, voor een serie, en dan ieder begin van de serie heb je een foto van mij, en dan ga je dan mijn tong zoenen en zo, dat heb ik ervoor over. En voor de rest natuurlijk ook alle Miel Monteur games komen terug, en die kan ik waarschijnlijk niet op 64-bit spelen, want mijn vader, heb ik uh, mijn laptop staan, of een computer staan met 32-bit, dan moet ik daar waarschijnlijk Miel Monteur opnemen, het enige probleem is dan zonder facecam, en waarschijnlijk ook een iets kuttere kwaliteit, maar het is nog steeds super awesome. Dan gaan we gewoon overal erin chasen. Want ja. Ik ga denk ik geen afzonderlijke afspeellijsten maken trouwens. Er uh, wordt echt één groot rotzooitje. Dat merkte ik vroeger ook. Vroeger maakte hij dus voor Pajama Sam van drie afleveringen een losse afspeellijst. Dat gaat niet werken. Dus er komt gewoon één grote afspeellijst. Kinderspellen Seizoen 2. En die begint dan gewoon met het eerste kindergame. En op een gegeven moment zitten er gewoon 300 video's in. Dus dan kun je gewoon halverwege de afspeellijst beginnen. Snap je? Kinderspellen Seizoen 2 is gewoon dé afspeellijst. In plaats van allemaal kleine afspeellijstjes te maken. En waarschijnlijk ga ik al die kleine afspeellijstjes die ik al had ook gooien in een losse Kinderspellen Seizoen 1 afspeellijst. Uh, er zitten momenteel ook dingen in, zoals My Boyfriend. En uh, Kuifje bijvoorbeeld, die haal ik er gewoon uit. Maar alle korte, korte series, zoals Freddy Fish, stop ik allemaal dan in één afspeellijst. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Da uh, linkje van hoe download je die games zou ik er ook bij zetten. Maar die is dus een beetje achterhaald. En daar maak ik binnenkort een 2.0 van. Dankjewel. Feedback is nog steeds welkom in de reacties. En uh, welke van deze games kijk je het meest naar uit. En welke game moet ik zeker nog spelen. Behalve de games die hier staan. En Mio Ik uh, zie jullie zo meteen. Waarschijnlijk met Pajama Sandals. De nacht op de, op de Duistere Nacht wat een topgame is. Mwah, wat een goede game. Doei.